Hallo allemaal en welkom bij deze opleidingmodule. Ik ben Philippe van Wezepoel en ik zal het product Voet en Been presenteren, de nieuwe gelcrème van Evo Laboratoire voor de verzorging van de onderste ledematen. Het product Voet en Been heeft de vorm van een pompfles van 250 ml. Het is onder andere getest door diabetologen in het veelijzende probleem van de diabetische voet. Het product Voet en Been werkt op drie manieren. Het hydrateert en versoepelt de huid snel en werkt dus in op de callositeiten en kloven op de droge huid. Het heeft een herstellende werking van de huid en kalmeert de pijnlijke gevoelen op de onderste ledematen. Geformuleerd met de hyperthermale water Evo, het dankt zijn herstellende en kalmerende eigenschappen aan een mineraal mengsel dat bestaat uit een zeer hoog siliciumgehalte, zoals jullie het kunnen zien, en de aanwezigheid van onder andere lithium, magnesium en mangaan. Laten we eerst kijken naar de hydraterende en versoepelende eigenschappen en de uitherstellende kracht van het product. Kijk naar de voeten van deze heer. Hij is 78 jaar oud. Hij is diabetes type 2. Hij was opgenomen in een 3 maanden klinisch onderzoek van voet en been met 2 applicaties per dag. U zult deze droge uit en vooral de afschilferingen op de bovenkant van de voet, de uitzonderlijke droogte tussen de tenen evenals deze verdikte huid en bijkomstig de staat van de nagels opmerken. En hier is het resultaat na 3 maanden gebruik van voet en been. Dezelfde voeten met een perfect gehydrateerde huid. Een huid met een roze kleur. Een huid die er leeft. Een verfijnde huid en zelfs de conditie van de nagels is verbeterd. Deze visuele resultaten worden bevestigd door positieve evaluaties op analoge schalen. Ten eerste zien we dat het voordeel van het product met de tijd groeit. De lichtblauwe curve vertegenwoordigt de evaluatie van voet en been na 1 maand gebruik en de donkerste na 3 maanden. We merken dat alle scores evolueren. De vermindering van pijn gaat hand in hand met kalmerende effecten die steeds meer aanwezig zijn. Bovendien wordt voet en been als zeer aangenaam en gemakkelijk te gebruiken beschouwd. Laten we nu eens kijken naar de voeten van een 60-jarige diabetische type 2 vrouw, opgenomen in een 4 maanden durende studie van voet en been met 2 applicaties per dag. De foto links toont de voet voor het aanbrengen van voet en been met een dikke uit in het algemeen en een pre-ulcereuze callositeit. De podologist die de patiënt volgde, voerde na 1 maand en 2 maanden een debridement uit en daarna was het niet langer nodig. We zien op de foto aan de rechterkant dat voet en been effectief de huid hydrateert en versoepelt, waardoor de hervorming van de callositeit wordt vermeden. Het scenario is identiek voor de linkervoet van deze persoon. De aanwezige callositeit is verdwenen, maar merk ook op dat deze huid gehydrateerd, goed roze, fijner en ook trofischer is. Voet en been is ook effectief voor het kalmeren van pijn ter hoogte van de onderste ledematen. Dit kalmerende effect bij pijnlijke diabetische neuropathie werd geëvalueerd in een studie uitgevoerd in 2018 in het Universitair Ziekenhuis van Luik door professor Philips. Voet en been werd 2 keer per dag gedurende 1 maand aangebracht. U ziet hier de beschrijving van de studiebevolking. Na 1 maand gebruik zijn de resultaten zelfsprekend met sterke dalingen in de aanwezigheid van branderig gevoel, pijnlijke koud gevoel, elektrische schokken. Evenzo ervaren minder patiënten tintelingen, prikken, gevoelloosheid of andere jeuk. Na 1 maand gebruik rapporteerde 58% van de patiënten een vermindering van de pijn en 47% van de patiënten wilde voet en been blijven toepassen aan het eind van het onderzoek, waarbij ze zowel de werkzaamheid
als de aangename toepassing van het product apprecieerden. Je kunt voet en been aanraden aan iedereen met een droge huid aan de onderste ledematen, huidirritaties, callositeiten of kloven op de voeten, ook voor het kalmeren van neuropathisch functioneel ongemak aan de onderste ledematen bij diabetes. Merk op dat het product geen keratolytische werking heeft. Voet en been is een eerste keuze voor het beheer van frequente symptomen aan de onderste ledematen. Breng voet en been 2 keer per dag aan op een schone en droge huid door een zachte massage uit te voeren tot de penetratie. Voet en been is niet vet en niet plakkerig, waardoor je je broek, kousen of zelfs compressiekousen kunt aandoen met het meeste comfort. Het kan worden aangebracht tussen de tenen, het risico op schimmelinfecties of maceratie wordt geminimaliseerd. Voet en been is een product van Evo Laboratoire. Het wordt verdeeld in België en Luxemburg door Evolab Belux. Dat is het. We zijn aan het einde van deze opleidingmodule gekomen. Nogmaals bedankt voor jullie aandacht en als u vragen heeft, aarzel niet om met ons contact op te nemen.